kijken naar evenwichtsreacties. En we gaan evenwichtsreacties beïnvloeden. Dit is part nummer 2. We hebben in een van de vorige filmpjes hebben gezien dat we een volumeverandering teweeg kunnen brengen. En dat dat zorgt voor verschillende concentraties. Want daar hebben we naar gekeken, naar de evenwichtsvoorwaar. We gaan hier kijken naar de andere drie opties die we kunnen doen. En we beginnen bij de tweede. Verschillende concentratie door een stof toe te voegen of door die weg te nemen. Als we kijken naar deze reactieformule, waarin stof A plus stof B wordt stof C. Alle drie zijn gassen. Dan heb ik hier de evenwichtsvoorwaarde opgesteld. En zoals je weet is die evenwichtsvoorwaarde die is constant. Ja, ik heb er van alles bij gezet, maar vergeet dat nog maar even. Als ik begin met alleen maar A en B, dan zie je dat hier die zwarte lijnen, die moeten reactiesnelheid 1 en reactiesnelheid 2 voorstellen. Dan zie je dat ik begin natuurlijk met een hoge reactiesnelheid van reactiesnelheid 1, want ik heb alleen maar A plus B. En zodra ik een klein beetje C heb, heb ik een dynamisch evenwicht en gaat die omgekeerde reactie ook weer beginnen. Die reactiesnelheden die komen naar elkaar toe totdat een horizontale lijn wordt. En dan heb ik natuurlijk de insteltijd gehad. Ja, dan is mijn reactie in evenwicht. Als ik nou tijdens dat evenwicht meer van A ga toevoegen, dan verandert natuurlijk de concentratie van mijn A hier in de noemer. Dan wordt mijn breuk die wordt natuurlijk kleiner, want mijn noemer wordt groter. Dus wordt mijn breuk kleiner. En om dat op te lossen, ja, zal reactiesnelheid van S1 toenemen. En zodra er een klein beetje van meer van C is, wordt de reactie S2 natuurlijk ook groter. Dus wat krijg je? Je krijgt een verspringing van reactiesnelheid S2 en van S1. Je moet S1 staan. Blauw is S1. En reactiesnelheid S2. Zo. Reactiesnelheid S2 die volgt, maar die is langzamer. Ja. Dus op die manier kan ik natuurlijk mijn evenwicht beïnvloeden door meer A of meer B toe te voegen of meer C. Ja, dan verschuift mijn reactie in dit geval naar rechts. Ja, mijn reactie verschuift naar rechts. En daarmee bedoel ik dat S1 wordt dus groter. De reactiesnelheid van S1 neemt toe. Ja, en van S2 dat duurt even voordat die weer op gelijke niveaus zijn. Het andere wat ik kan doen is bijvoorbeeld iets weg te nemen. Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen indenken dat je dit gas, gas C, dat je laat condenseren, dan wordt het vloeibaar. En dan kan je in je reactievat, kan je bijvoorbeeld een kraantje hebben en dan kan je het laten weglopen. En dan blijkt dat S2 bijna niet meer mogelijk is. En dan heb je dus een evenwichtsreactie die aflopend wordt. Dus dan krijg je een evenwichtsreactie die je eigenlijk omzet in een aflopende reactie. En zo kan je toch de kant van die reactie kan je beïnvloeden. Of die naar rechts, of die naar links, of allebei dus plaatsvindt. Dus ja, door het bijvoorbeeld te laten condenseren. Ja, in een biologisch systeem zie je vaak dat in een cel zijn heel veel reacties. Die vinden daar plaats. Het zijn allemaal evenwichtsreacties. Maar uiteindelijk zorgt die cel ervoor dat ze maar in één richting verlopen door steeds het product weg te laten reageren. Dat is dus een andere manier. Dus dan hebben we optie 2 hebben gehad. Hè? Verschil in concentratie door een stof toe te voegen of door een stof weg te nemen. We kunnen ook een katalysator toevoegen. Dan sla ik even 3 over, dan gaan we naar 4. Als we die katalysator toevoegen, gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Dan zie je die rode lijn. Alleen ik heb de insteltijd korter gemaakt. Ja? Dus de lijn is nog steeds op dezelfde hoogte. Dus mijn K blijft constant, alles blijft constant, mijn concentraties blijven constant, want ik doe niets anders. Ja, ik hou alle voorwaarden constant, de temperatuur, de druk, van alles en nog wat. Maar ik stop er een katalysator bij en dat betekent gewoon dat, dat de insteltijd die wordt korter. Dat is alles. Dan het laatste punt, het verschil in temperatuur. Dat wisten we al, want we hadden afgesproken dat de K is constant bij een constante temperatuur. Dat betekent dus dat er een temperatuureffect is. Nou, wat is dat? Als ik weer kijk naar mijn reactieformule van A plus B wordt C. En het gegeven is bijvoorbeeld dat S1, dat reactie naar rechts, endotherm is. Dan moet de reactie naar links moet exotherm zijn. Die zijn altijd tegengesteld. Ja, dus dat is goed dat je dat onthoudt en let daarbij op bij het maken van een opgave. Nou weten we dat bij een hogere temperatuur dat een
endotherme reactie wordt bevoordeeld ten koste van een exotherme reactie. We weten ook dat beide reacties, ja, die gaan sneller bij een hogere temperatuur. Alleen een endotherme reactie gaat nog sneller, hè, die krijgt meer voordeel bij een toenemende temperatuur dan een exotherme reactie. Dat betekent dus dat de reactie naar rechts, ja, dat die meer voordeel krijgt bij een hogere temperatuur als dat de reactie naar links is. En dat betekent dat de concentratie C toeneemt bij een toenemende temperatuur. En dat is iets wat we kunnen gebruiken. Dat is iets wat we kunnen gebruiken als we een bepaald product willen maken, wat bijvoorbeeld een product C is en het blijkt toch een evenwichtsreactie te zijn. Ja, en als dan de reactie naar rechts een endotherme reactie is, dan doen we de reactie gewoon bij een veel hogere temperatuur. Ja, dan gaat de reactie naar links ook wel sneller, maar de reactie naar rechts gaat sneller dan dat, hè, neemt meer toe dan dat die andere reactie toeneemt. Dus dan hebben we een hogere concentratie van C en dan kunnen we die misschien weer makkelijker wegnemen. En dan gebruiken we twee van deze knoppen. Oké. Dan hebben we in totaal nou vier knoppen gezien waar we aan kunnen draaien om die evenwichtsreactie te beïnvloeden. En daarmee kunnen we dus een hoop complexe problemen oplossen. Vond je dit lastig? Ja, ga dan nog even terug naar een van mijn andere filmpjes over evenwichtsreacties. Heb je vragen? Zet ze in de comments. Wie weet wil je subscriben. Ja, heel veel succes!